In deze video tonen wij u hoe u een UBO met buitenlands identificatienummer kan registreren. Open een zoekmachine in uw browser en zoek naar het UBO-register. Op de pagina met betrekking tot het UBO-register vindt u een uitgebreide documentatie om u te helpen. Helemaal onderaan de pagina vindt u de gebruikershandleidingen, de FAQ, alsook verschillende instructievideo's. Om zich aan te melden bij het UBO-register dient u te klikken op de knop Inloggen. Vervolgens krijgt u een pagina met verschillende aanmeldmogelijkheden, waarvan inloggen met de kaartlezer of via de applicatie It's Me de meest voor de hand liggende zijn. U selecteert hier de gewenste methode en volgt verder de instructies op uw scherm. Wanneer u de aanmeldprocedure hebt doorlopen, zal de applicatie u vragen hoe u wenst aan te melden. Selecteer hier steeds in naam van een onderneming, ook wanneer u wenst aan te melden in naam van een vereniging. U bevindt zich nu op de onthaalpagina van het UBO-register. Hier klikt u op een entiteit opzoeken. De entiteit waarvoor u bent aangemeld wordt normaal gezien reeds weergegeven als zoekresultaat. Is dit niet het geval, kan u deze opzoeken door middel van één of meerdere zoekvelden. Klik dan vervolgens op het blauw gemarkeerde KBO-nummer om naar het dossier te gaan. Eenmaal op het dossier scrolt u helemaal naar beneden en klikt u rechts onderaan op wijzigen. Om een persoon toe te voegen, klikt u op de links van de twee beschikbare actieknoppen. Het UBO-register zal een buitenlander herkennen wanneer deze reeds voorkomt in een Belgische databank. U kan dit nagaan door middel van een zoekactie op basis van zijn voornaam, naam en geboortedatum via het tabblad een Belgische inwoner of buitenlandse inwoner in het bezit van een nationaal registernummer BIS opzoeken. Indien de persoon nog niet voorkomt in een Belgische databank, voert u deze zoekactie ook uit via het tabblad een buitenlandse inwoner niet in het bezit van een nationaal registernummer. Wanneer ook dit geen resultaat geeft, klikt u in het rode kader op een buitenlandse uiteindelijke begunstigde toevoegen. Eenmaal op deze pagina dient u alle velden met persoonlijke gegevens van de buitenlandse uiteindelijke begunstigde in te vullen. U dient ook een document op te laden dat de identiteit van de buitenlandse persoon bewijst, bijvoorbeeld een kopie van zijn of haar paspoort of identiteitskaart. Wanneer alle velden werden ingevuld en het identiteitsbewijs werd opgeladen, klikt u op Volgende. Na identificatie van de buitenlandse persoon vult u de controlegegevens in. Bij aard van de controle selecteert u de categorie waartoe de buitenlandse persoon behoort. Voor meer informatie betreffende deze categorieën verwijs ik u door naar onze FAQ. De begindatum van de controle is de dag sinds wanneer deze persoon deel uitmaakt van de entiteit. De einddatum dient u niet in te vullen, deze dient om een persoon uit het systeem te verwijderen. Wanneer u een persoon in categorie 1 registreert, dient u ook aan te geven hoeveel procent van het kapitaal en de stemrechten deze persoon bezit. Via de knop Kiezen bestand kan u een document opladen waaruit blijkt dat de geregistreerde informatie betreffende deze persoon correct is. Wanneer alle velden correct werden ingevuld, kan u klikken op Bewaren. Indien de gegevens correct werden opgeslagen, verschijnt de geregistreerde persoon nu onderaan in de controlestructuur. Wenst u nog een persoon toe te voegen, dan herhaalt u gewoon alle eerder uitgelegde stappen. Een laatste verplichte stap is het opladen van documenten die aantonen dat de geregistreerde informatie adequaat, nauwkeurig en actueel is. Hiervoor klikt u in de rubriek Ondersteunende documenten op de groene knop Toevoegen en kiest u een bestand.
Vervolgens selecteert u de personen of entiteiten waarop het document betrekking heeft en geeft u aan over welk type document het gaat. Tot slot klikt u op Bewaren. Indien uit één of meerdere publicaties in het Belgisch Staatsblad blijkt dat de geregistreerde informatie adequaat, nauwkeurig en actueel is, kan u gebruik maken van de knop Link Belgisch Staatsblad en dient u geen documenten meer op te laden. Wanneer u alle stappen uit deze instructievideo correct heeft opgevolgd, dan ziet u een groene balk op uw scherm met vermelding van de datum van vandaag. U dient dan enkel nog rekening te houden met de verplichting tot jaarlijkse bevestiging. Deze voert u eenvoudig uit aan de hand van de knop onderaan uw scherm Jaarlijkse bevestiging.